Hallo mensen, ik ben het, V-Optics, en we gaan het vandaag hebben over de nieuwe game modes. We beginnen met de beste game mode van allemaal, de allerbeste, All or Nothing, oftewel alles of niets. Zoals je ziet, je begint met een USP Tactical Knife en een Strong Knife. Deze kill is echt overpowered jongens, pas op als je tegenkomt, achterlijk gewoon. Ik zit zelf niet in het potje, dit is van Jimmy en Echo Freak. En die was gewoon niet raak, maar ja, laat maar. Hij is echt de Trolling Knife Master. Maar even over de game mode zelf. Ik vind deze het beste van de vier nieuwe game modes. De vier nieuwe game modes zijn 3x6 guns, All or Nothing, Gun Game en One in the Chamber. Als je de andere nog wilt zien, de nieuwe game modes, volg ons even, subscribe alsjeblieft jongens en leave a like, comment, everything please. Maar ja, ik vind dit het beste, want dit is echt waar je skill kan laten zien van je handgun. Ik heb de Razer Onza controller waarmee ik echt super snel kan schieten. En het is geen modded controllers jongens, het is geen fake messages me. Don't fake message me. Haat dat. Deze game mode is echt amazing. Ik vind het zelf gewoon echt geweldig om te spelen. Want ik heb hier level 10 USP mee gekregen. En dat was het. Ja, heel korte commentary. Ik had niet echt veel te zeggen over deze game. Of over deze game mode. Ja, het is gewoon geweldig jongens. Dat was het. Subscribe, leave a comment. Yo, laters.